dan gaan we naar Whittaker tegen Duplessis. Ik denk gewoon easy money voor Whittaker. Ja. Ja, man. Ik weet niet, ik vind het niet eens echt een fight nog. Ik vind nog niet dat hij zich genoeg bewezen heeft voor een Whittaker, maar... Nee, al die commotie rondom is hij wel natuurlijk een nieuw tegenstander. Dus maakt hij een soort van verhaal ervan. En... Maar bro, hij gaat Whittaker gaat hij echt niet halen, man. Echt niet, gewoon. Maar ja, hij is gewoon niet hard genoeg, Duplessis. Dus ik hoef ook niet, zeg maar, Duplessis nu tegen Izzy te zien. Daar word ik niet hyped van. Ik word meer hyped van Whittaker 3. Opnieuw, ja, 100%. Dus ik vind deze fight wel gewoon goed om gewoon te laten zien van wie de echte contender is. En als Whittaker weer overtuigend wint, dan ben je toch gewoon weer hyped voor die derde. Tenminste, ik wel. Hij is echt gebrand op die derde fight. Hij wil het echt voor de titel vechten opnieuw. En ik gun het hem ook echt. Ik denk dat iedereen liefde heeft voor Whittaker. Niemand kan wat slechts over die man zeggen. Hij is ook nog steeds fucking goed. Hij is precies zoals Max Holloway. Niemand wint van hem, net zoals bij Max. Maar zij winnen niet van de champ. Ja. Dus ja, dan is er maar één optie. Dan moet je nog een keer proberen tegen de champ. En als je weer verliest, Dan is het een beetje fire. Maar dan... 3 keer, ja. Maar ik ben er ook niet op tegen, man. Dus ook bijvoorbeeld met Holloway. Hij heeft nu 3 keer verloren. Maar als Holloway gewoon nu nog 1 win pakt tegen een contender... Dan wil ik gewoon die 4e zien. Zeg maar, hij is gewoon de 1 na beste. Dus je wil gewoon de 1 na beste tegen de beste zien. Ja. Je denkt toch elke keer van... misschien heeft hij nu iets gefixt... waardoor hij wel kan winnen. Ik ben er niet per se tegen van... hij heeft al 3 keer verloren. Nee, dus het kan niet meer. Maar het enige wat ik wel snap... als ik bijvoorbeeld Volk was of Izzy... Ik wilde net van, dat zeggen. Ja. Moet ik deze man weer... Zeg maar, een nieuw iemand is toch van... Je weet toch... Ja, laat me mezelf weer als laten die zien. Ander de 1 na beste is, is gewoon helaas. Ja, nee, true. Ik wil wel gewoon Volk Islam opnieuw zien. En ik denk ook dat Volk daar veel meer motivatie uithaalt... Dan een opnieuw tegen een Holloway. Hij moet ook, dat soort mannen moeten ook nieuwe uitdagingen hebben. Zoals Izzy dat met een Pereira had. Ja, daar, werd hij, daar kan je jezelf zo opladen. En dat hebben dat soort mensen nodig. Ja. Maar ik snap wat je zegt, ja. Ja, het is harder als een nieuwe contender komt. Of zoals Topuri, ja, dat is harder. Maar ja. Ja, wat moet je doen? Als Whittaker gewoon echt veruit de 1 na beste is, ja. Eens. Dus ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. Hè? Iedereen verwacht gewoon dat Whittaker die wint. En uiteindelijk dan gewoon weer een title shot krijgt. Ja, hierna eigenlijk. Gewoon echt easy, man. Ja. Ja, die Plessis heeft het goed gedaan dat hij zich daar naartoe heeft gewerkt. Maar ik denk dat dit eindstation is.